Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 1 vanmiddag zien we dat Nederland volop blaakt in de zonneschijn. In de loop van de middag ontstaan er misschien een paar kleine stapelwolken in het binnenland, maar het blijft gewoon overal droog. Boven de Britse eilanden zien we wel een band met bewolking liggen. Die bewolking komt geleidelijk aan dichterbij en krijgen we voor een deel morgen mee te maken. Vanavond is het nog overal helder en een lange tijd ook nog zomers tot zelfs tropisch warm. Dit zijn de temperaturen zo halverwege de avond. En er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. De komende nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar 19 graden in het zuiden, tot 16 graden in het noorden van het land. En er vormt zich misschien lokaal een enkele mistbank. In de loop van de nacht komt er vanuit het noordwesten geleidelijk aan wat bewolking binnendrijven. Dat is die bewolking die ik net al noemde. Dat zijn wolkenvelden, maar af en toe brokkelt dat wolkendek nog wel een beetje open. Dus helemaal bewolkt wordt het niet. Ook morgen overdag trekken die wolkenvelden over een behoorlijk deel van het land. In het uiterste noorden zou er een enkel spatje regen uit kunnen vallen, maar het stelt allemaal heel weinig voor. En voor de droogte maakt het al helemaal niks uit. In de loop van de dag zal het wolkendek ook wat vaker open brokkelen en dan schijnt van tijd tot tijd de zon. De temperatuur, ondanks een matige noordelijke wind, stijgt na zo'n 26 graden in de noordelijke provincies en 29 tot zelfs 32 graden in het midden-oosten en zuiden van het land. Ja, dan de zondag. Die ziet er ook wel weer behoorlijk zonnig uit, maar de temperatuur ligt eventjes wat lager, tussen de 24 en 28 graden, bij een matige noordelijke wind. Op maandag en dinsdag schijnt de zon bijna volop. Op dinsdag ontstaan een paar wolken aan het einde van de dag, maar ook dan blijft het waarschijnlijk nog wel droog. De temperatuur gaat opnieuw omhoog. Op maandag wordt het 28 tot 33 graden, en dinsdag 29 tot 35 graden, maar liefst. De wind zoekt dan geleidelijk aan de zuidhoek op. En dan is er eigenlijk een verandering wel op komst. Dat zien we ook terug in de 15-daagse. Op woensdag dan hebben we een overgangsdag. Waarschijnlijk met wolken en zon. En in de loop van de dag een toenemende kans op regen en onweersbuien. In het binnenland kan het nog wel tropisch warm worden. Vanaf donderdag ligt de middagtemperatuur zo rond de 3 à 24 graden. In het binnenland nog 25 of 26 graden. Maar dat is toch wel een duidelijke stap omlaag. En ja, wat de neerslagkansen betreft, die gaan ook duidelijk wat toenemen. Nog steeds geen hele grote hoeveelheden, maar we zien elke dag toch wel die blauwe staafjes boven de nul uitkomen. Dus er kan een enkele bui vallen van tijd tot tijd. En de neerslaghoeveelheden die er dan zijn, zijn zo tussen de 2 en 5 mm over het algemeen. Met andere woorden, na het weekeinde eerst nog even heet en daarna lagere temperaturen en iets aan de wisselvallige kant. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.